Denk je dat dit... Gast! Oh shit, er zijn er drie, sorry. Koken met helden in de keuken. Ik heb iets heel lekkers vandaag wat ik jou ga leren maken. Oh. We gaan pannenkoeken maken met appel en kaneel. Kijk eens even wat erin zit. Oh. Zijn dit de ingrediënten voor pannenkoeken? Ja. Om het maar eventjes wat moeilijker te maken vandaag. Nee. Jij moet deze aan. Nee. Ja, en weet je wat nou zo leuk is? We beginnen met appeltjes schillen. Oh. Maar hoe kan ik überhaupt iets vastpakken? Oh. Oké, okay, top. Hop. Handen wassen. Niet vergeten. Nee. Ga weg. High five, let's go. Nee, eeuw. Ja, dit duurt echt serieus een... Ja, nou ja, het duurt een uur. Je gaat het maar doen. Hop. Je hebt natte klauwen. Hoe ga ik nu snijden? Kijk, kijk man. Ja. Ik weet het goed gemaakt. We willen natuurlijk wel dat er nog wat appel overblijft. Doe je handschoenen bij de appeltjes maar uit. Oh, respect. Maar de rest van de pannenkoeken moet je echt bakken met die dingen aan. Niet dat ik nu beter kan. En nu moet ik zoals zo'n chef-kok iets gaan doen. Let op. Ik ben heel benieuwd hoe je dit doet. Oké, het zijn geen plakjes vol. Oh. Ja, ik wil deze. Ah, shit. Oh, mijn duim is eraf gesneden. Ik schrik. Oké, Dylan, ik wil dat je je handschoenen weer aandoet. Oh, oké, en nu? Ik wil eerst dat je even die dingen opruimt. Zo, hé, dit is handig. Ik dit! Ik kan alles in één keer! Jeetje, wat doe je dat goed. Oh, wacht. We gaan de bak pakken, dat heet een beslagkom. En dan hebben we hier... Wat is dit? Poedersuiker. Dat is meel. Daar staat melk. Ik wil dat je de helft, dus 400 milliliter... Ja. Dit wordt heel leuk. In de kom doet. Kom nou! Weet je wat je ook kan doen? Ja, dat. Maar hoe kan ik dan zien wat 400 milliliter is? Ja, dat kan niet. Stop! Wow, zo snel? Te hard. Nog een klein beetje bij. Maar heel klein beetje, niet te veel. Precies. Dit is goed. Je ziet daar drie hele mooie eieren liggen. Eén reserve, want ik wil dat je er twee intikt. Twee intikken? Ja, twee erin tikken. Denk je dat dit... Gast! Oh shit, er zijn er drie, sorry. Er zijn er drie. Dat was echt niet de bedoeling. Maar wel zonder eierschaal. Oh, ja, maar dat zei je niet. Je zei, nee. Twee eieren in. En ik geef dat toe... Dat zei ik niet. Ik wil dat je er twee intikt. Ze tikte erin. Kijk, ik heb nog één kans voor je. Misschien kan ik hem dan zo kapot knijpen erin. Dat werkt wel eens. Oké, shh. Ik ga hem lekker klutsen. Klutsen? Maak er maar een mooie beslagje van. Een beslagje? Ja. Fantastisch. En nu? Nu gaan we de rest van de melk erbij doen. Kijk mijn losse vingertje. Moet er nog iets bij? Kaneel. De laatste stap voor het beslag. Oeh. Oké, stop maar. Oh, lekker. Proef dan. Nee. Nee. Het is niet lekker zo. Dat is echt niet lekker. Nou, we gaan over tot het bakken van de pannenkoeken. Yeah, let's go. Pannenkoeken bakken. Godverdomme. Nou, je mag er één scoopje uithalen. Scoopidoopidoo. In het midden gewoon zo schenken en dan bewegen we de pan. Zal ik de pan doen? Ja, doe maar. We zijn een team. Ja, ja, ja. Eén in één keer. Eén in één keer, hoppa. Ja, hoppa. Dan mag je een paar appeltjes erin leggen. Hatsa. Een paar rozijntjes. Zo. Mag ik daar gooien zo? Ja, dat mag zeker. Echt? Ja. Ja, mag ik? Oké, daar komt ie. Oké, go. Wow! Zee! Ja hoor. Kijk, die is wel echt heel mooi hoor. Nou, ik zou zeggen, we gaan nog eventjes aan de slag. Let's mag... go! Yes! What? Oh! Zo, kijk eens. Dat is de laatste. Mooi. Flink stapel wel. Heb je goed gedaan. Verstuiven. Concentratie. Ta-ta-ta-ta-ta. Oh. Ja. Dit is goed, hoor. Koken met helden in de keuken. Met helden in de keuken. Heerlijk. Ik ben blij dat ik dit niet met... Hey! Met handschoenen hoef te eten.